Hoewel Bob nu slaapt, gaat er alweer van alles door zijn hoofd. Want als je net zo bent als Bob, heb je het altijd druk met het bedenken van nieuwe ideeën en plannen en ben je altijd onderweg naar de volgende stap. Maar als je het druk hebt, wil je nog wel eens wat vergeten. Je medicijnen bijvoorbeeld. Veel aandoeningen, zoals epilepsie, hebben medicijnen die je op strikte tijdstippen moet innemen. Dit is niet altijd even makkelijk. Maar waarom zou dit niet makkelijker kunnen? Bob heeft een idee. Hij heeft een pillendoosje bedacht dat een bericht stuurt naar je smartphone wanneer jij je pillen moet slikken. Het systeem is niet zo moeilijk en technisch goed uit te voeren. Nu Bob het plan heeft uitgewerkt, hoeven we het alleen nog maar aan de man te brengen. Dit is vast zo geregeld, toch? Zodra we op zoek gaan naar oplossingen, worden we overspoeld door vakjargon en tegen elkaar inlopende belangen. Opeens weten we niet meer zo zeker of dit allemaal wel zo makkelijk is. Want hoe transparant is het zorgstelsel nu eigenlijk? En hoe lopen de financiële stromen? En wie heeft nu met wie te maken? We zoeken verder, maar voordat we het weten zijn we verdwaald in de medische sector. We kunnen wel wat hulp gebruiken. AX is een systeem wat het ondernemen in de zorg een stuk makkelijker en overzichtelijker maakt, zodat jouw goede idee niet halverwege hoeft te stranden. AX helpt je inzicht te krijgen in de zorgsector. Daarnaast helpt AX je een gezond businessplan te ontwerpen en zorgt het ervoor dat je niks vergeet. AX helpt je stap voor stap door de knelpunten heen en voordat je het weet, is je plan werkelijkheid.